Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Black and White 2, Avatar Log, met Sander van Gaming SB. Dat was mijn katse oor. Ja. Als je denkt, wat was dat oranje spul? Huh? Ze wil opnieuw bevechten? Dat is bij jou de trainer die je altijd opnieuw moet doen. Dat is bij mij. Oh, maar ik weet wel welke trainer die heeft. Ook. Maar er staat die. Bij mij staat die ergens anders. Dus die Torkoal weer. Nee. Why? Dat is wel sad. Ik kan me, wij willen wel doen. Ja, Mudslap doet ook niet. Oh ja, Curse had hij ook, dat wist ik ook wel. Het is vooral gewoon zo kut dat hij dry skin heeft, zeg maar, anders dan boeien. Ja, precies. Dat is wel zeer naar. Naring. Yo, is dat zo'n gitarist? Dat is een gitarist ding. Het scheelt wel dat Mudshot ook accuracy lowert, dus dat is op zich wel fijn. Anders had ik met Staravia dubbel team gedaan namelijk. Oh, hij heeft wel ook Ember trouwens, hij heeft wel een step. Dubbel teaming? Oh, het ging is een Groudon, dat heb ik nog even gemist. Ik snap dat ik interessant ben, maar je hoeft niet de hele tijd op mijn scherm te kijken. Hoor. Nee, dat op je eigen scherm ook al zat gebeurd. Dat is zoveel damage. Dat is niet chill. Braviary doet wing attack. Ja, dat doet hij zeker. Fury Attack. Hij doet ook gewoon letterlijk dezelfde move, deze Braviary. Alleen hij heet nu 3 times in plaats van 2. En hij heeft ook nog rest. Ik ga dit nooit kunnen winnen. Hij heeft rest? Ja. Dat is niet normaal. Het kutte is ook nog, voor jou is het echt heel lastig om aan een Water type te komen. Mm-hmm. Gezien, ja, hij heeft Lantern misschien. Ja, Lantern inderdaad zou kunnen. Trapinch, die mag ik niet. Alhoewel, is hij niet bug in het begin en wordt het later... Nee, het zal wel niet. Het zal solo ground zijn. Dat hij later gewoon de flying type erbij krijgt. Wacht, is hij niet flying? Flygon? Ja. En dan mag jij hem omdat? Omdat hij ook ground is? Oh, omdat hij ook dragon... Oh ja, hij is geen dragon. Lol. Lol. Ik zat te denken... Oh nee, hij is wel dragon. Hij is ground dragon. Ik wou oh, dan zeggen. Krijgt hij de dragon type. Ik dacht dat hij de Ik wou al zeggen. Ik was ook even in de war van, krijgt hij nou de flying type? Of krijgt hij nou inderdaad de dragon type? Of... Oh, deze man ziet er wel boos uit. Steelix. Dat is echt Steelix. Oh, derde wet. Daar kan ik hem wel mee. I mean, super effective en zo. Oh, dat doet niks. Als hij nou rest doet, word ik echt boos. Maar dat doet ook niks. Ja, dat snap ik wel. Dat zou ook echt niet best zijn voor jou. Hij doet hamerarm. Oh, dat doet veel meer. Oh, kom op.
Je hoeft maar één ding te doen. Super Potion, wat kut voor je. Nee, dat doe ik. Dat doe ik. Oh. Super Potion was voor mij. Ik dacht al, wat kut, maar... Oké, Groudon is dood. Heeft hij nog meer Pokémon? Ja, nog één geloof ik. Dat is wel kut. Maar, je bent er wel levend... Oh, nee, niet. ...weggekomen. Nice. Dat is wel chill. Wat, welke ghost type kwam er uit? Drifloon. Oh ja, dan snap ik wel dat ik naar Stol uitging. Looning the drift. Oh, ik kan hier ook een Groudon... Ja, trouwens, die mag ik niet. Maar die kan je hier ook vangen. Dat is toevallig. What the fuck? Oh ja, alleen Primal is fire natuurlijk. Dat is wat zonde. Niet dat ik die ooit zou kunnen vangen. Dat is ook wel zo. Ik heb mijn Master Ball al gebruikt op Tokekiss. Heb je daar je Master Ball op gebruikt? Dat heb ik echt compleet gemist. Ja, dat weet ik. Want je zat niet op mijn scherm te letten. Oh, hier is de uitgang. Ik wist wel dat je die Drifloon gevangen had, maar ik had niet gezien dat het met een Master Ball was. Jazeker, Ring. Ik was helemaal klaar mee. Ik was... Oeh, Duck... Oh, Ducklet mag ik ook niet. Die mag jij wel, overigens. Ducklet en Swanna. Ja. Yo, ik heb mijn eerste Bug-type en dat is op de Solo Water-type. Pokémon in mijn team. I kid you not. Oh, sorry, I kid you nodding. Tickle-dee, tickle-dee. Trio. Dat is wel een leukie. Zeker een leukie. Ik moet echt een nieuwe Pokémon hebben, want dit gaat niet goed komen zo. Ja, dat snap ik. Wel veel ground types trouwens hier. Trapinch, Diglett, alsof het dit non-randomized is haast, zou je denken. Oeh, ik krijg een Master Ball van haar. Ik zou terug gaan... Oh nee, want hij is alleen Nee, je ground. Krijgt normaal een Master Ball van haar blijkbaar hier. Ja, maar ik wou zeggen, ik zou terug gaan en dan die ground omvangen, maar dat mag niet. Die mag ik niet, maar anders was het wel een goed idee geweest. Hey, yo, Zoltik. Dat is wel gunstig. Daar ben ik wel voor. Dit ziet er echt heel raar uit hoe die Joltik beweegt. Ja. Die ja, oké, okay, het ligt dus niet aan mij. Oh, verkeerde. Ja, oh, dit is wel balen. Hij is tegen alles super effective haast. Tegen Frizz, ja, maar Joltik is wel heel slecht, hè. Ja, wat zou die hebben? Misschien Bugbite. Dat is, dan wordt het wel scary. Ja, maar dan nog is zijn attack zo laag. Oeh, die mag ik ook niet. Zo jammer. Dit zou best een vette Pokémon zijn. Electroweb. Kaboodops. Oké, okay. Even een quick attackje. Maar ah, dan gaat hij dood zeker. Oh nee, dat valt nog mee. Electroweb. Ik vind het echt lame. Nee. Dat Pikachu Electroweb heeft in de nieuwere dingen. Ik bedoel, op zich is er niks mis met Electroweb hoor. Maar hij had fucking Full Tackle of zo. Yep. Die was zo vet. Game Boy Luke. Dat werkt. Ja, en Joltik heeft volgens mij ook een hoge catch rate. Dus. Nou, de eerste keer had hij niet eens een shake, dus... Ja. Ja, die zijn niet randomized, hè, die pokeballs. Nee, helaas niet. Wat is elektriciteit, Photon is meer licht. Ik noem wel gewoon elektron. Jervarek is pure psychic, toch? Ja. Yeah. Nee, normal. Normal psychic? Ja. Oeh, dan is... Ja, Jervarek is niet zo goed, maar... Ja, maar dan heb je wel een Psychic. Ja. Oh, die mag je ook. Die mag ik ook. Dan heb je een Ground-type. Deze wil ik sowieso.
Niet verwacht ik dat ooit zou zeggen over een Stunfisk, maar toch. Maar wat doet deze hiker dan? Oh, dit is natuurlijk niet heel... Hiken? Oh. Nou, blijkbaar. Ik denk wel dat ik die Joltik meeneem. Oh ja, misschien moet ik dat eerst nog even niet doen. Aan de andere kant... Wanneer evolueert hij in een Galvantula? Wacht, welke type is Stunfisk? De ground electric of electric ground. Ik denk dus dat hij niet ground is. Jawel. Ik doe super effective met pack. Ja. Level 36 evolueert Joltik pas. Maar hoe kan ik super effective doen met pack? Omdat... Huh? Wait a second. Ja. Dat is een goede vraag. Ik denk, is hij niet gewoon dat het wel step was bij jou? Dat hij electric flying is? Nee, dat is het niet. Hij is sowieso niet flying. Zoek het op. Ik wil het ook wel opzoeken trouwens. Als ik hem zo vang, kan ik het zien, hè. Moet je hem wel vangen. Ik heb hem. Ja. Hij is sowieso electric. En volgens mij, ik dacht al dat hij ook ground was. Maar... Ground electric, ja. Dan zal hij wel een of andere gare ability hebben, waardoor ik super effective deed met pack. Oh ja, hij. Ja, ik wou zeggen, nee, hij had anger point. Ik dacht dat je zei van dat alles step telt of zo bij mij, maar pannenkoeken. Dat is vanaf het Harry Potter liedje, toch? Nee, dat is gebaseerd op Lord of the Rings, maar ik gewoon pannenkoek omdat hij plat is. Oh, ik dacht dat het liedje van pannenkoeken... Nee, dat is op Lord of the Rings, niet op Harry Potter. Oh. Nou jongens, we gaan de derde gym eens doen. Hoe? Na okay. 5 jaar. Vertel mij, hoe kan Peck super effective zijn? Weet ik niet. Nou, het zal wel. Level 33, dat is wel hoog. Ja, hoger dan de rest van mijn Pokémon bijna. Oh, ik heb wel al Fly. Wow, Nando zou zo boos op mij zijn dat ik dat niet wist. It makes ja, a lot of sense. Dat, waarom ik niet... ik had het dus niet helemaal hoeven lopen elke keer. Sky Attack is best goed. Extreme Speed ook. Aura Sphere ook. Air Slash niet, blijkbaar. Is Air Slash niet goed? Nee. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat hij ook wel redelijk was. Heb ik een goede electric aanval? Nee. Yes. Oké, dit was een gelukje. Monferno. Kijk. Dan gaan we even met wij willen, want die is... Oh, ik heb de experience share nog. Ja, op zich willen wij wel Monferno inderdaad, want die kan ik makkelijk killen met zo'n water gun van zo'n wij winnen. Gaat die tante... Daar word ik zo boos van, hè? Ik snap hem. Nee, ik ga niet voor Giraffarig. Als ik al merk hoeveel damage ik doe met alleen maar een quick attack, dan is dat niet te play, heb ik al gemerkt. Ah. Oeh, avoid it. Ja, hij deed ook first swipes. Dat is natuurlijk niet echt... Nu is quick mijn hoogste level. Pokémon, omdat ik de experience share vergeten ben af te nemen. En Quack en Quack ook, of niet? Nee. Maar is toch lekker dat je een Pokémon hebt met een hoger level? Nou, ik heb liever iedereen 20, dan hoef ik niet bang te zijn als ik een Pokémon wil inzetten, dat die dan te laag level is, zeg maar. Als die laag is dan een tegenstander, dan kan het nog wel slecht uitpakken namelijk. Rennen! Ja, zou ik ook doen. Kijken. Ik wil eigenlijk kijken of er verderop nog gras is. Fuck it. Deze breeder maar eventjes in de pen hacken. Inning, de panning, hacking. Inderdaad, Ing. Oeh, een Shelgon. Die mag je vangen.
Shumei Shogun. Oh, een nieuwe pony. Ik hoor het alweer. Nou, ik heb mijn Flygon al Shinshubin genoemd. Ah, dat is sad. I can fire breathe. Nee, I can dragon breathe for the first time. Oh, het moet. Het is nou al een goede party. Ja, daar gaat mijn hele week weer. Ja. Nou, we moeten eerst even checken of die wel veel in de anime zit. Ja. Ja, hoe kut was het? Echt sleuk, maar zit er echt 3 keer in. Wat moet ik daar nou mee? Helemaal niks. Nee, daarom had je ook steeds hetzelfde, zeg maar. Hetzelfde clipjes, ja. Ja, het hele refrein was steeds hetzelfde. Kijk, als je een Pikachu hebt of zo, die komt nog vaak voor of zo. Die kun je nog variëren, maar... Pikachu, daar heb je te veel clipjes. Ja. Hé? Oeh, Hidden Grotto. Ja, ja. Welke geheime Pokémon zit hierin? Een Pokéball, oké. Okay. Oh, letterlijk een Pokéball. Dat is geen Pokémon. Hè? Wat is dat? Hoe werkt dit? Ik verstand deze hele gym puzzel niet. Hij is niet zo moeilijk. Je moet hier naar boven. Oh, vandaar. Ik snap het al. Never mind. Nou, al zou ik niet durven zeggen. Nee, ik dacht dat je... Ik dacht dat ik fout zat, omdat ik niet wist dat je niet door dat spinnenweb heen kon. Ik had die spinnenweb zeg maar niet gezien onderaan. Dus ik denk, als ik hier naar beneden ga, dan doe ik dus iets fout. Maar ik had die web niet gezien. Die webbing. Ja, dat. Deze fungus is level 36. Hey, weet je wie dan evolueert? Joltik. Oh, ja, het blijft een black and white Pokémon. Ja, dus daar heb ik ook echt niks aan. Hé, hey, die Mewtwo die is best goed. Ja, ik ga ook hier gaan naar de Celestial Tower gaan wij eens eventjes een shiny Pokémon vangen. Als je shiny hebt in deze game, zeg maar, dan maakt de type dan uit, nee toch? Nee. Voor een shiny class. Precies. Niet disable, gozer. Kan je dus blijkbaar geen Pokémon tegenkomen? Oké, goed om te weten. Nee, dat kan pas op de tweede floor volgens mij. Dat ga ik nu proberen. Nu je het zegt. Dat ga ik nu proberen of jij gelijk in hebt. Staat me wel iets van bij nu. Nu je zegt dat het niemand vindt. Kutte trainer. Nee. Ja, dat die is een nadeel. Trainer zou best wel gewoon het hoog level kunnen zijn voor mij. Heeft hij al crunch? Nee. 1 Pokémon. Ook nog een Lapras. Ja, level 36. Wat kut. Oké, wel Drought. Durf ik wacht, die andere guy heeft 3 Pokémon. Oké. Rain Dance. Het is kut dat ik niet gewoon Pursuit kan gebruiken. Most Wanted of Pursuit? Hot Pursuit. Niet for Speed, Hot Pursuit. Ja, nee, hij is disabled. Faint Attack. Ik heb hier helemaal geen Pursuit op. Wat lul ik. Speed gaat omlaag. 36, dat betekent toch Blaze Kick? Ja, zeker. Eindelijk Blaze Kick. Kom op, kill. Net niet, tuurlijk niet. Oh, Barrier, dat is op zich. Je had gelijk, Sander. Jellicent. Oh. Die is nice. Ghost, die mag ik niet. Zet. Het is Ghost Water. Oh ja, jij mag geen water. Eventje, heel snel. Mijn oplader erin doen van mijn laptop. Kijk. Stoller is ook level 20 nu. Nasty Plot. Oeh. Ja, is beter dan Taunt. Dat is wel iets voor de wappies. Nasty Plot. Ja. Yo,
Level 21, die Mewtwo die geeft echt XP, joh. Oh, kan ik hier alleen kijk, maar Jellicent tegenkomen? Misschien, weet ik niet. So, very yo, strange. Gary, dit is mijn rifle. Gary, oh Gary. Volgens mij is dat niet helemaal die lyrics gaan, maar... Oh, vanaf nu wel. Als jij het zegt, geloof ik het. Wil jouw enige vriendje zijn, maar er zijn twee perfecte meiden voor mij. Wel woke. Oh, daar hebben we een Mafreeu met een Growlithe. Oh, het is een triple battle. Oh, arme jij. Ik heb medelijden met je. Zo ziet mijn team er wel goed uit als je zo kijkt. We got badasses over here. Ja, maar het is alleen een beetje jammer van de level difference. Valt mee, de level difference. Een Exu. Daar heb ik stollen voor. Stolle! Icy Wind. Ja, oké, okay, voor een Exu ben ik sowieso... Oh, Dragon Ray! No! Oké, ik was eerst en ik heb speed gelowered. Dus het kan ook geen speed tie zijn. Ik kan ook gewoon quick attack doen. Dan weet ik het echt helemaal zeker. Je hebt me goed bezig, Zander. Waarschijnlijk, al had ik Icy Wind gedaan, had het ook niet uitgemaakt hoor. Maar... Nee, maar nu ging je voor de zekerheid. Dat kan ik waarderen. Nasty plot ga ik dan toch wegdoen voor Metal Claw. Ik weet dat het geen stab is, maar het is wel coverage. Dus. Nee! Ik wil terug eigenlijk. Ik wil healen namelijk. Oké. We go in to the healing. Doe je beat, hè? Oh. Ik vind wel dat je ver moet lopen voor dat heal, hoor. Want die gym is best wel ver weg. En je hebt ook nog geen bike. Of zoals Skik zou zeggen, fietsen. Ken je dat nummer? Nee, op fietsen. Ik wil fietsen. Ja, dat is van Mylan en een knol, hè. Dat klopt, ja. Ah, die... Kid, dat is andere voorband. Nummer, op fietsen. Dat is echt een prachtig nummer. Ook. Dat zeg ik niet vaak over Nederlandse nummers. Dat klopt, ja. Want vaak heb je dingen zoals Leef, of Adje voor de sfeer, of... Wat is nog meer kut Nederlandse muziek? Nou, ik weet niet zoveel Nederlandse muziek, dus... Je hebt wel onderste uit de kan heb je wel een beetje genoemd. Ja. Nou ja, je hebt ook Zoute Landen, maar die is dan wel weer mooi. Van Bluff. En dan sterven we hier. Ja, dat vind ik wel weer mooi, maar... Oh ja, Smoor Verliefd van die snelle guy. Ik moet zeggen, het snelle heeft op zich wel een paar leuke liedjes, hoor. Nou. Niet zo slecht als meer andere dingen. Nou, de meeste Nederlandstalige muziek is niet echt... Sander. Oh, ik ben er al. Wil je nu zeker de aflevering afsluiten? Nee. Oh, dat dacht ik. Ik wou aan jou vragen van... Sander, ben jij zo'n Fisk? Want je bent stunning. Dat vind ik lief. Ik ben ook lief. Ik heb mystiek water gevonden. Daar heb ik helemaal niks aan. Nou, ik zou er wel wat aan hebben. Oké, let's go, Hing! Doe je beat, Hing!
Ik hoop echt niet dat hij level 22 is of zo. Oh, jawel. Ja? Oh. En dat zeg je me niet even. Nee. Dit had ik. 22, kijk. Gemeen. Als ik nu... Ik heb fris water gekregen. Hé, hey, heb ik die wel gekregen? Shit, volgens mij niet. Oké, maar als ik nu eentje tegenkom, of een legendary, of eentje die waar al mijn Pokémon weak tegen zijn, dan ben ik fucked. Oh, dit is echt... Wat moet ik doen tegen een Raichu? Helemaal niks. Alleen Ground is super effective, zo uit mijn hoofd. Raichu, even denken. Ja, dat zou ik ook doen, wat je nu gaat doen. Ja. Dat resist in ieder geval de Electrics. Mm-hmm. En de rest van mijn team resist die Electrics niet, dus... Oeh, Maractus. Oeh, level 37, dit gaat niet goed. Nu vind ik het echt kut dat ik die Miracle Seed van derde wet af heb gehaald. Anders had ik een Magical Leaf gedaan. Mm-hmm. Nu zit ik te twijfelen wat beter is. Ik kijk wel gewoon. Ik doe wel Magical Leaf en daarna wel zo'n dubbel kickje. Misschien is dubbel kicken haast wel beter, hoor. Ja, ik denk het wel. Kick een dubbel in. Oh, pas op! Je wordt weggeblazen. Dat klopt, ja. Ze blazen je de tent uit. Of ze blazen het dak eraf. Of ze blazen het kaarsje uit. Het doet met bonus. Beter is er dan geen Litwick in de buurt. Oh, snap je? Ik snap hem. Of geen Charmander, want die gaat meteen dood. Ja, dat is nog erger. Wacht even, Jan Mega. Wat is super effect tegen Bug? Poison. Bug Ground. Ja. Jan Mega is Ground, hè? Je lul, man. Hè? Huh? Je lul, toch? Die is ook wel gewoon flying. Is hij flying? Ja, je lult. Ah, je lul, man. Laat opzoeken. Hij avoided? Ja, door die double team. Goh, je kleren. Nou, je hebt gelijk, okay. Bug flying. Oeh, dat heeft niks. Poison is nu super effective voor Bug, wat is wel... Hij heeft flash fire, ik zit niet op te letten omdat ik op jouw scherm zit te letten. Niet dat het jouw probleem is, maar dat is gewoon wat er gebeurt. Ja, nee, snap ik. Icy Wind. IJzig Wind, kiekebuum. Hij werkt in één keer, dat ondanks alle dubbel teams. Dat is vier keer Flashshift, toch? Ja, daarom. Dat dacht ik later ook. Waarom heb ik dat niet meteen gedaan? Maar... Oh! Yo! Stolle komt echt... echt van pas nu. Ja, Clutch. What the frick? Wat deed hij? Citrus Berry. Sonic Boom. Gelukkig heeft hij geen Dragon Rage. Nou, dit kan ik overleven. Drakenwoede! Yes! Nee, avoid it, tuurlijk. Dat kan ook nog steeds. Nee, ik heb echt niet om een Mystic Water gevraagd. Wat dom. Ik ben er meerdere keren ook langs gekomen. Ja, bij sommige gyms gaat het ook vanzelf. Oh jee, Parasong. Nee, dat meen je. Double detect? What the frick? Supersonic. Dat ook nog. Of ik moet even switchen. Oh nee, dat helpt niet, want hij is degene die... Het is niet ik die accuracy gelaagd wordt.
Ik heb ook nog geen aerial ace op deze guy. Hoe laat krijg je aerial ace? Ik dacht dat je dat best vroeg kreeg. Dat weet ik niet. 2 of 5? Oh, nou, dat is wel laat. Dat was een leuk grafje, hè? Ja, die was wel leuk. Kut. Nee, kut. Wat een kut gym is dit, hè? Zeker een gym 5 gym. Ja. Toevallig wel. Klaar dan ook. Uh-oh. Deze battle is de laatste battle die ik ga doen. Vandaag. Ja, deze is ook mijn laatste battle. Maar die duurt nog wel aan. Hyper Potion! Nee, rot op, gozer. Ik moet tegen de ultieme counter van Blaziken. Oh, hij doet ook nog eens Calm Mind. Kut, sorry. Avoid it, Sonic Boom. Ah, dit is zo kut. Victory Bell. Icy Wind, come up. Freak. Come on, Bing. Faint Attack. Oh, die hit wel. Dat is wel fijn. Ho, ho, ho. Dat gaan we niet doen. Ja, ik kan Quick Attack doen, maar ik kan ook missen. Dus liever niet. Voorzichtig, hè. Dat je niet straks voor die girl staat en dat ze dit dan zo doen van... Kan niet, want je zit hier in zo'n... In zo'n gat waar je niet weggeblazen kan worden. Nou, dat scheelt. Ik wacht hier even, ja? Ja. Maar dan kun je nog wel lang wachten. Dat klopt, ja. Ga eens kijken of ik misschien zo'n hieltje kan doen. Ik heb maar 1 super potion. Moet ik die nu gebruiken? Shit. Kut, sorry. Oké. Doen we met quick dan. Proberen. Quick, whacking, walking. Oké, volgens mij heeft Razor Shell... Sonic. Heb je geen quick attack? Ja, en dan? Dan mist hij en dan... Nou, ja. Dan moet je swappen. Oh, je hebt geen quick attack. En dan alsnog, als ik dan wel hit in hetzelfde, dan ben ik ook fucked. Oké, maar misschien is hij wel door zijn Sonic Booms heen. Dat kan natuurlijk ook. Oh, tempo! Ja, natuurlijk! Dat had ik kunnen weten. Wat heeft hij voor aanval gedaan? Double team? Ja, nou, ja. Heel vaak dan vooral. Shiny Hunter met of je een aanval wil raken of niet. Ja! Ja, eindelijk. Hij deed ook nog een Hyper Potion, anders dan had ik hem echt al lang dood gehad. Mm-hmm. Maar... Heeft hij nog meer Pokémon? Nee. Nee. Nice, je hebt een jump gehad. Dit was de laatste, blijkbaar. Kibooming! Yes! Iedereen, bedankt voor het kijken. 4 afleveringen. Om 1 gym te doen. Ja. 1 gym verder te zijn.
Ik ga de volgende aflevering Skyla proberen te verslaan. En dan gaat Sander progressie maken. En dat is altijd leuk. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Joejoe.